Wow, deze is wel super vet. Yo, kijk van Biedermovie en welkom bij deze nieuwe unboxing video. En vandaag heb ik iets dat ik heb gekocht tijdens de vlucht van Amerika naar Nederland toe. En dat is deze lenzen set voor op je mobiel. En ik dacht zoiets van ja, waarom ga ik het ook gewoon niet proberen. Dus ik ga hem nou proberen te unboxen. Verder is niet zo heel veel speciaals aan, denk ik. Het is gewoon een leuke lenzensetje met een fisheye, een macro, een wide angle en een telefoto met twee keer optische zoom. Dus we zullen zien wat dat er allemaal daadwerkelijk in zit en hoe dat het er uiteindelijk uitziet via de mobiel. Ik ben voorbereid, ik heb een schaar, alleen ik weet totaal niet waar ik moet beginnen. Dus ik begin maar ergens. Maar dat ik denk dat het goed is. Oh ja, dit gaat wel. Ik kan nou zo'n SpongeBob timecard komen met 10 uur later of iets dergelijks. 2 hours later. Maar ja. En ik krijg hem langzaam open. Het is ook echt maar een heel klein boxje. Ik zal maar eventjes. Kijk, hij is zo groot. Maar ja, wat wil je met lensjes? Die zijn niet heel erg groot. Zeker niet als dat het voor mobiel is. Andere lenzen kunnen wel weer groot zijn, maar. Voor mobiel is het meestal niet echt tenderend groot. Kom op. Yes, ik heb hem. Ik heb hem. Kijk. En nou komt hij eruit. Zo. Oké. Nou. Nou, kijk eens aan. Dit zijn de lensjes. Ja, wat zijn het anders? Kijk, een doekje. Oh nee, ik dacht het is een doekje, maar het is gewoon een opbergzakje. Wel heel erg handig natuurlijk voor hem op te bergen. Waarvoor anders? De klem, en er zit al een lens op volgens mij. Ja, er zit inderdaad al een lens op. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Nou, dat is de eerste lens. En daar zit deze lens in. Staat er, dit is de macro lens. En je kunt hem er eigenlijk volgens mij gewoon heel erg makkelijk. Ja, je kunt hem er gewoon zo afdraaien. Er zit niet heel erg veel draaiing aan. Maar hij zit wel goed vast. Dus dat scheelt dan ook wel weer. Dan hebben we hier de telefoto lens. Leuk ding, leuk ding. En dan hebben we hier nog de fisheye lens. En ja, eigenlijk zoals dat je ook al meteen kan zien, is hij ook wel iets breder ook. Dat is ook logisch, want het is een fisheye. Maar dat merk je dus wel meteen ook. Dus, dan gaan wij ze nu maar eventjes checken, denk ik. Wat ik nou net ben achtergekomen, ik heb het even doorgelezen, want ik dacht al zoiets van hey, what up, ik mis een lens. Maar dat klopt niet. Want er zijn twee lenzen zijn gecombineerd meegekomen. Ik vind dat wel een beetje, ja, ik snap het misschien wel, maar het is wel een beetje raar. Leven ze gewoon apart af of zo. Want er zit ook nog een micro ding bij natuurlijk. Dat is deze. En dit is dan die wide angle lens. Maar ja, we hebben ze in elk geval. En ik ga ze nu dan maar eventjes testen. Laten we beginnen. We beginnen bij de wide angle. Daar zijn we dan. En dit is gewoon de normale lens van mobiel. Sorry voor de slechte kwaliteit alvast. Maar ja, het is gewoon eventjes niet anders. Ik ga nu dus de eerste lens erop zetten en dat is een macro en een wide lens. Die moeten wel gecombineerd zijn om uiteindelijk in dit ding te kunnen komen. Maar we gaan ze gewoon eventjes lekker uittesten. Dus laten we er maar beginnen. Dit is dus de eerste lens en ik kan al meteen inderdaad merken dat het een stuk breder is. Uiteraard, want het is wide angle lens, dus dat moet ook wel. Maar ik kan het wel meteen merken en ik vind het wel de vet uitzien eigenlijk. Gewoon hoe dat zo'n klein ding eigenlijk gewoon zo'n verandering kan brengen. Ik vind het wel heel erg geinig. Ik zal het waarschijnlijk alleen gebruiken voor foto's of als ik een keer zo ga filmen. Want ik heb natuurlijk ook gewoon mijn normale camera die ik gewoon meer gebruik dan deze. Want deze is gewoon een kutcamera. Maar ik vind het er wel heel erg vet uitzien. Dus en het is ook gewoon heel erg makkelijk in gebruik. Dus wij gaan snel door naar de
volgende en dan hebben we waarschijnlijk deze ruimte niet meer. Ik denk dat ik deze huis nog even moet gaan schoonmaken, maar het idee is er in ieder geval. Ik heb al een paar keer geprobeerd om het even snel met mijn blouse te doen, maar dat lukte niet. Maar je snapt het idee, er is een heel stuk ruimte weg en het is een stuk meer ingezoomd, wat natuurlijk is bij Macro. Maar ik vind het er wel heel erg leuk uitzien en het is gewoon heel erg makkelijk om snel eventjes met je mobiel te doen. Als je iets wil filmen of wil fotograferen, wat het op Macro is, dus heel erg klein dat fotograferen of filmen. Ja, ik ga denk ik even deze lens straks even schoon proberen te maken als dat überhaupt lukt. Het kan trouwens ook zijn dat gewoon de camera er niet goed genoeg voor is, maar dat weet ik zo direct niet. En toen zagen we opeens weer gewoon normaal. Wij gaan door naar de volgende lens. En dit is dan de telefoto lens met 2 keer zoom en ja, het is inderdaad 2 keer zoom. Ja, ik heb er verder niet heel veel over te vertellen. Het kan wel leuke beelden opleveren natuurlijk. Als dat je er een beetje goed mee overweg kan. En ja, als dat het inderdaad dat je 2 keer zoom nodig hebt. Het heeft verder niet heel veel speciaals volgens mij. Als dat wel zo is, laat het even weten in de comments. Want dan, ja, ik kan ook altijd mee experimenteren en alles. En dat kan alleen maar helpen. Dus dit is 2 keer zoom. En wij gaan door met de laatste lens. En de laatste lens is misschien wel degene waar dat ik zelf het meest naar uitkijk. En dat is de fisheye lens. En dat is deze. Dus let's go. Sorry trouwens als dat ik niet altijd in de lens zelf kijk. Maar ik film dit met mijn mobiel en dan is het gewoon heel erg verleidelijk om naar mezelf te kijken. Wow. Deze is wel super vet. Kijk, dit is dus waarom dat ik... Dit is niet de reden waarom dat ik ineens die lensenset wou hebben ofzo. Maar dit is gewoon... Dit is toch gewoon vet, jongens. Dit is gewoon echt. Dit is inderdaad wel degene waar dat ik het meeste uit heb gekeken. De fisheye lens. En ik zit bijna met tranen in mijn ogen. What the fuck. Ik vind dit echt een hele vet ding. Ik denk dat ik hem ook nog een beetje moet aanpassen. En weet ik wat allemaal. Maar ik vind dit echt... Kijk dan, jongens. Ik vind dit echt gewoon echt geweldig, eigenlijk. Ja, dit is denk ik mijn favoriete lens tot nu toe. Een beetje af met me, met de dingen hoe ik reageer. Maar ja, ik vind deze wel het vetste om te gebruiken, denk ik. Ik denk dat je deze ook misschien wel vaker zult terugzien. Niet in de video's, want ik neem niet heel snel op met deze met mijn mobiel. Gelukkig maar, want anders krijg je alleen maar dit soort kwaliteit en heel erg shaky. Ik heb het erin in de handen en dan zit geen stabilizer in. Noem maar op. En het is zo'n kut kwaliteit. Kijk, dat is ook weer vet om te doen zo. Maar als dat ik foto's of zo maak met mijn mobiel, dan zou ik misschien ook wel gaan gebruiken. Laten we eens eventjes de camera om gaan draaien. Kijk hoe dat eruit ziet. En dit is dus de reden waarom dat ik hem misschien wel ga gebruiken als dat ik een keer een foto of zo'n video maak. Waarschijnlijk zou ik niet heel veel video's hiermee maken, maar het gaat om het idee en het is gewoon echt, ik vind het echt super vet. De fisheye is wel mijn favoriete lens. Maar ja, dit is dus de fisheye lens vanaf deze kant en... Tot zover. Tot zover de unboxing en hands-on van dit lenzen setje. Ik ben heel erg blij mee. Ik ben ook blij dat ik hem uiteindelijk toch heb gekocht. En ja, je zult misschien wel weten welke lens dat mijn favoriete lens is. En deze camera staat heel scheef op dit moment. Laat je uiteindelijk even om het idee op het even af te sluiten. Mijn favoriete is dan denk ik nog wel die er nu nog op zit. En dat is dus de fisheye lens. Ik vind hem heel erg vet. Ik denk dat je deze wel te vaak zult terugzien op mijn Instagram. Bijvoorbeeld. Volg me even daarop. En dan zie ik jullie de volgende keer wel weer. Ik denk niet dat ik hier een review over ga doen. Want ik denk niet dat dat heel veel zin heeft. Wat trouwens wel nog is. Is ik had er heel veel moeite mee. En dat is met deze lens. Met die macro lens. Met die wide angle lens. Ik had deze lens er dus uitgehaald, dus de wide angle lens, die had ik er uitgehaald om uiteindelijk de macro lens te laten zien. Alleen, ja, ik had blijkbaar deze iets te vast erin gezet, wist ik niet. En ik kreeg hem er nauwelijks uit. Ik heb hem er uiteindelijk uitgekregen met een tangetje. Het was wel heel erg jammer en volgens mij, ja, je kunt ook nog zien dat ik hem inderdaad iets of wat anders heb uitgehaald dan zou moeten. Dat was wel jammer. Kan ook aan mij liggen, dat weet ik zo niet. Oh, dat kun je trouwens niet echt zien. Ja, je ziet hier een paar krasjes. Nou, die krasjes die je daar zou kunnen zien, dat is dus van de tang geweest. Maar voor de rest, ik vind het echt een
Leuk setje. Ik ga ze zeker wel vaker gebruiken, denk ik. En dat was mijn video voor deze keer. Ik bedank jullie voor het kijken en voor het abonneren kun je hieronder doen. Like deze video als dat je hem tof vond. Vond je hem nou niet tof? Laat dan zeker weten ook een reactie achter waarom niet. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. En zeg de mening. Dat is hou. Doei.